Henk Albers, Opel Rijkmans, of is het Rijkmans Opel? Beide is prima als beide namen er maar in voorkomen. Want dat is voor ons belangrijk, dat wanneer men aan Opel denkt, dat men aan Rijkmans denkt. En omgekeerd, Rijkmans is Opel. Ik ben een Olde Vesterman. Ik weet nog, volgens mij in je begintijd dat je hier bij Rijkmans kwam, dat je echt sponsor was van Olde Vesten. Maar je bent nu zo regionaal, ook bij Flevo Boys, ben je actief? Ja, we hebben daar een bord staan. Niet zo uitgebreid als bij de Olde Vesten, maar in Steenwijk, daar liggen onze roots. Dus daar ligt ook het hart. Maar goed, jullie zijn er nu een regionaal bedrijf. Meppel, Progat dacht ik, Emmeloord en Steenwijk. Meppel, Steenwijk, Emmeloord. Ook de bedrijfswagens hebben we nu op alle vestigingen vertegenwoordigd. Want we willen toch dicht bij de klant zitten. En zo'n centrale vestiging buiten het gebied, dat was te ver reizen. Dus gewoon alles op alle locaties. En, dus men kan zowel voor personenauto's als bedrijfsauto's in elke vestiging terecht. Mag ik je danken als wedstrijdsponsor voor deze wedstrijd? Anders, ik ken jullie vestiging in Emmeloord niet, maar in Steenwijk zit je helemaal nieuw. Hoe bevalt dat? Ja, nee, we hebben een super pand natuurlijk op een prachtige locatie. Goed overzichtelijk. Op dit moment hebben we ontzettend veel acties. Klanten die kunnen 1000 euro korting krijgen of ze kunnen 5 jaar lang 0% rente en 5 jaar lang gratis het onderhoud. Dus, en dat geldt op nagenoeg alle Opel modellen die er op dit moment zijn. Die hier bij de ingang van het complex had staan, dat was een aanbieding? Dat is ook zo'n aanbieding. Daar is een auto die dus 7995 euro kost met alle kortingen eraf. En een volwaardige nieuwe vierdeursauto, wegenbelastingvrij. Dat speelt vandaag de dag natuurlijk ontzettend mee. Ja. Tot 1 januari? Of? Nee hoor, dat loopt gewoon ook in het nieuwe jaar door. Dus, okay. We zien je. Dankjewel. Oké, graag gedaan. Ach, lopen ze dan. Die jongen van mij, 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 die jongen. Hey Gossen! Gossen! De wisselpaas! Vandaar, daar! De wisselpaas zoeken! Ga ja, we gaan! Door! Ja, kom op, positief. Kijk op de klok, 31 minuten. Ja, nou. Edwin! Mooi! Ik kan niet. 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 Ik kan niet.
de punt. 6-0, dat is niet een opgeving. Arne Hoekstra, van harte gefeliciteerd met de verlenging van je contract. Ja, dankjewel. Ja, ik vond de opmerking dat ik altijd te kritisch was. Ik denk, nou begin ik positief. 1-4 Flevo Boys. Ja, leuk uitslag. Had nog veel leuker kunnen zijn, denk ik. Dat had inderdaad na een half uur misschien wel anders gekund, want laat ik het maar zeggen, het was gewoon rood. Punt. Ja, dat was volgens mij al binnen 10 minuten. Ja. Maar goed, buiten dat vind ik dat we sowieso het eerste half uur hartstikke goed gespeeld hebben. Goed positiespel hebben gespeeld. Daarna, en dan zie je dat de 1-0, 2-0 valt. En dan zie je gewoon dat het minder wordt. Hè? En daar moeten we iets volwassener mee omgaan. Want we moeten het besef hebben dat na 2-0 de wedstrijd niet gespeeld is. Nee, precies. En dus dan dat je op dezelfde voet verder moet. Maar ik bedoelde aan te geven, als je het verschil ziet tussen Oldevesten momenteel en de Flevo Boys, is dat gewoon 1-4. Ja, dat klopt. We waren gewoon beter. En dat zit hem in de details natuurlijk. Hè. Daar zei ik ze net ook tegen iemand. Als je ziet, in bepaalde situaties missen wij gewoon de overtuiging. Hè. Als we in de eindfase, in de laatste 10 minuten, een kwartier, krijgen we nog 3 hele goede kansen. Ja. Daar mis ik gewoon de overtuiging. En dat zie je bij hun wel. Elke paas is strak. Hè, of strakker dan dat wij een paas. Nou ja, goed. En daar moeten wij aan werken. Jullie willen zelf als club stabiele hoofdklassers worden, dan heb je nog wat te leren en kun je hier veel van leren. Nou, dat is ook zo, hè. En dat weten we ook, dat we nog veel moeten leren. Alleen daarom zijn dit wel goede wedstrijden. Oké, dankjewel. Graag gedaan.